Jongens en dames natuurlijk. Oeh, wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag zijn wij wedergekeerd in het prachtige ContentVeen. En zoals je ziet is René daar gewoon weer lekker aan het bouwen aan haar huisje. En jongens, ik moet toegeven, het is echt een heel mooi huisje. Maar welkom, welkom. Willy is hier lekker bij het karretje aan het ronddwalen. Hallo Willy, oh, hallo, wat leuk dat je even gedag komt zeggen. Willy is net gewoon een kat of een hond of zo, weet je. Je komt en je roept hem. Hij komt er echt zo naar je toe lopen. Jongens, vandaag heb ik een leuke planning. Maar elke planning moet beginnen met een inventory even opruimen. Dus laten we dat maar even gaan doen. Zo, dat is ook weer gedaan. En dan vandaag, jongens, heb ik een hele leuke planning zoals ik al eerder zei. We hebben geen vuurwerk meer. Dat is helaas een dingetje. Misschien dat we dat ook kunnen regelen. Maar laten we eerst even naar de vergaderruimte lopen. Want die hebben wij vorige aflevering natuurlijk leuk in elkaar gezet. En toen zei ik ook, ik wil hier alleen nog een kaart hebben. Een kaart voor Kingdom Content. Dus vandaag gaan we een paar mappies maken. En dan gaan we even over het gebied heen vliegen. Dus we moeten ook eerst vuurwerk hebben. En dan proberen we even het hele koninkrijk hier in kaart te brengen. Lijkt me best wel een makkelijke taak. Even kijken hoe ik ook weer een kaart maak. Volgens mij papier en een kompas of zo. Moet vast wel goed komen, want een kompas maak je volgens mij met ijzer en redstone. Dan krijg je een kompas inderdaad. Nou, doen we de 10. Dan heb ik nu sugarcane nodig voor papier. Nou, dat kunnen we hier maken. En dan als het goed is, ja, empty map. Oh, hebben we meer papier nodig? Jezus. Ik wist niet dat we zoveel papier nodig hadden. Oké, dat zijn 10 empty maps. En daarvan kunnen we, als het goed is, als ik hier sta, bam. Kijken. Ja, dan hebben we een map. Nou, wat leuk. Dan hebben we daar natuurlijk ook itemframes voor nodig. En heb ik die nog? Volgens mij had ik in de chocolabox dat zitten. Ah joh, we maken wel nieuwe, hè. Ik bedoel, het maakt allemaal niet zoveel uit. Hoppakee. Oké, laten we dan eerst eventjes het hele gebied hier zo op... Oh mijn god, ik heb echt veel te weinig itemframes gemaakt. Nee. Oké, waar is... Dit is het kasteel. Dat zou ik een beetje als het middenachtig moeten zien. Maar ik denk dat ik hem eerder hier moet plaatsen. Want hier komt natuurlijk de kerk. En het hele dorp zit er ook nog aan vast. Oh mijn god, wacht. Ik moet het vanaf hier zien. Zo moet ik het zien. Oké, ik denk dat dit dan wel een goede plek is. Misschien toch eentje hierheen. Oké, laten we eerst even de rest maken en dan plakken we alles erop. Oké, vanaf nu is mijn vuurwerk trouwens echt officieel op, jongens. Ik kan gewoon niet meer maken. Alle gunpowder en meuk is gewoon op. Hatsa, 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 flats. Hatsa, flats, hatsa, pat, pat, pat. Tjoepap, oh mijn god. En dan kom ik alsnog eentje tekort. Nou, prima. Maakt niet uit. Oké, nu gaan we even rondvliegen, hoor. Ik zag dat ik bij mijn poort moest ik er nog eentje maken. Dat was... Hier, hoppa. Kijk, dan hebben we weer een nieuwe. Dan moet ik daar, bij die moet ik er ook eentje maken. Hier ongeveer. Hier, hoppa. Ja, dat klopt. Dan hebben we die. Dan moet mijn kerk nog gedaan worden. Hé, daar heb je Rini. Hallo, Rini. En dat is hier. Zo klopt dit. Ja, dat is mijn kerk. Oh, maar die is nog niet helemaal netjes gemaakt. Dan moet ik even de kaart. Zo, oké, rechtsboven hoekje. Dan moeten we mijn brug nog hebben. Ja, dat is de brug. Laten we even kijken wat we nu al in kaart hebben gebracht. Oké, we hebben dit hier. Klopt dit? Ja, dit klopt. Dan hebben we dit hoekje. Dit klopt ook. Dan hebben we de kerk. Die klopt ook. En dan hebben we tot slot de brug hier. Ja. Oké, dan zie ik nu al dat ik alles eentje op wil schuiven. Zo. Dan, ja, heb ik in principe die nog nodig. Oh nee, niet de jungle is trouwens daar. Ja, dan moet hij wel eentje hierheen. Misschien dat ik hem zelfs hier kan doen. Het is een beetje puzzelen, jongens. Maar het komt vast wel goed. Kijk, hier komt uiteindelijk de hele jungle nog. Laten we in ieder geval gewoon even de rest ook in kaart brengen. Hè? Dat is niet voor jullie niet heel interessant om alles te zien. Dus als ik nou gewoon zoveel mogelijk vast doe, dan komt het vast wel goed. Kunnen we René slaan vanaf hier? Donk. Ik schrik me helemaal kapot. Dat vind ik leuk. Oké, dit is de jungle. En als het goed is het dit gedeelte van de jungle. Zo. Dan hebben we ook nog... Oh, deze hadden we al. We hebben een dubbele. Nee. Zonde van de kaart. Dan hebben we ook nog deze. Ja. Dan missen we nog één hoekje van de jungle. Kijk, want we hebben ook nu... Hier dit zo. En we hebben deze nog. Hoppa. Ja, dit begint er al goed uit te zien, hè, jongens. We beginnen al langzaam de hele kaart te krijgen. Als we geluk hebben, kunnen we zelfs hier Kingdom Koud nog hebben, volgens mij. Ja, want hier zit die poort. Ja, die krijgen we hier nog. We krijgen gewoon 3 op 1 plek. Kingdom Voorden, die zit net tv. Die zou ergens hier zitten. Dus dat is net jammer. Maar wel leuk om eindelijk een keer de kaart te hebben van mijn eigen kasteeltje, jongens. Je kan het ook zien. We moeten hem wel af en toe even updaten en zo. Maar dat komt wel goed, hè. Laten we hem even afmaken. En dan zien jullie het resultaat zo. A few moments later. Nou, jongens. Daar zijn we dan en we hebben zo goed als de hele kaart in werking gezet. Of weet ik hoe je het wil noemen. Hij staat er. Er zijn 2 gaatjes die ik nog op moet vullen. Maar ik heb gewoon geen vuurwerk meer. Mijn vuurwerk is gewoon op. Ik heb per ongeluk een aantal dubbele mappen gemaakt. Maar hey, dat kan gebeuren. Maar het leuke aan deze map is, jongens, is dat hij staat helemaal goed. Kijk, de brug is namelijk die kant op. Hè. Moet je goed onthouden, die kant op kijken. En volgens mijn map is de brug ook precies die kant op. Oftewel, als je vanaf deze kant kijkt, klopt het gewoon 1 op 1. Je hebt hier hebt Kingdom Koud heb je hier zitten. Je hebt de winkelcliff hier. Je hebt hier de jungle heb je prachtig zitten. En natuurlijk het mooiste van allemaal. Kingdom Content helemaal in kaart gebracht. Oh, wat zijn we daar weer blij mee. Dus hoppa. Dat is taak 1 van vandaag voldaan. Die laatste twee dingetjes, dat doen we wel zodra Nathan een keertje een vuurwerkwinkel had. Want hij was net online, jongens. En hij zegt, ik bouw wel weer een creeperfarm. Oftewel, Nathan gaat eindelijk een winkeltje maken, jongens. En als hij een winkeltje maakt, moet jij even dit doen. Ik weet niet wat dit is. Maar dit moet jij doen. Dit ga jij nu doen. En abonneer gelijk even, like even. Als jullie niet liken, dan kom ik je opzoeken en drink ik je cola. Dankjewel. Alright, met dat gedaan is het tijd om... Jezus, wacht even hoor, René, dat dak zit er al helemaal op, joh. Althans, bijna. Damn, René. En dan is het nu tijd om dit mooie gat hier op te vullen. Het is een beetje kaal nu. Alles hier, ik bedoel, kijk, dat is de enige bomen die ik nog heb laten staan. Omdat dit, ja, met Reno in de allereerste aflevering van ContentVeen is gemaakt. Ik weet niet, het is gewoon een heilige boom nu. Dus hier moet een soort monumentje van gemaakt worden. Maar dit gat hier wil ik gewoon even helemaal opgevuld hebben met iets. Ik wil er gewoon iets hebben. Het kale hou ik niet zo van. Dat het nu zo kaal is. Dus laat ik sowieso vanaf hier, vanaf dit punt, ook even een pad deze kant op maken. Zo, dan heb ik hier in ieder geval een hokje en dan heb je hier ook weer een ruimtetje. Dan vanaf hier wil ik een heel dun pad daarin hebben, naar die prachtige boom daar natuurlijk. Zo, hoppakee, naar de boom toe. Oké, wat gaan we hier in dit soort van rondje maken? Even denken hoor. Hallo René, wat zit je vrolijk te springen? We verzinnen wel iets. En verzonnen is het. En verzonnen is het, zal wel goed zijn. Jongens, ik denk dat ik hier gewoon een huisje ga maken. Ik denk dat het leuk is als hier gewoon een soort blacksmith-achtig soort huisje komt. En ik ga die niet zomaar maken. Dat gaan jullie natuurlijk aan de muziek te horen zien met een prachtige timelapse. Duimpje omhoog, vinger in de lucht. Veel plezier met deze timelapse. En doe een diepe zucht. Alright, daar zijn we weer. Wat leuk dat we er weer zijn. Jongens, ik ben erg blij met het resultaat van deze blacksmith. Het is een hele kleine subtiele. Hij is helemaal niet groot. Het is niet degene die ik ga gebruiken voor al het smelten dat ik wil doen. Daarvoor moet er denk ik een keer echt een groot smelthuis ergens komen. Maar ja, de ruimte hier was natuurlijk ook niet heel groot of zo. Dus ik kon ook niet heel veel ermee. Maar wat er geplaatst is, daar ben ik wel blij mee. Het voegt echt heel veel toe aan het omgevingje hier. Dat er gewoon eventjes een gebouwtje staat in plaats van dat het zo plat is, weet je. Dan als je hier, hier op het terras of zo, wat ik voor je noemen, heb je zo'n grindstone, dan kan je lekker zitten. En dan hier binnen heb je een leuk, wat is het, een toonbankje. Een plekje waar de blacksmith kan staan, dingetjes kan verkopen aan de dorpeling, aan Willy, de dorpsgek of zo. Als Willy ooit een keer wat wil verkopen of wil kopen dan, hè. Ik weet niet eens waar Willy is. Oh, daar heb je hem. Daar loopt hij, hoor. Zo mooi dat hij ook gewoon niet weggaat. René, haar huis is in de tussentijd ook echt al een stuk gegroeid. Daar ben ik ook heel blij mee. Dat kost natuurlijk veel meer tijd dan dat mijn kleine huisje kost. Ik bedoel, dit is echt een mega unit. En ik heb natuurlijk, een mini-huisje geplaatst. Maar naast dat moet de omgeving bij René ook natuurlijk nog gedaan worden. Maar dat komt wel goed. Alright, verder met waar wij mee bezig waren. En dat is natuurlijk dit gedeelte nu. Want dat zei ik. Ik wil dit helemaal opgevuld hebben. Stap 1 is gelukt. Dat is het huis. Die staat. Dat was het vierkante, het ronde gedeelte. Waar ik niet wist wat ik mee moest. Nu heb je dit. Nou, hier kan natuurlijk niet echt een huisje komen. Dat is logisch. Want er staat niet echt iets nuttigs hier verder. Of iets nuttigs. Waar heb ik het nou over? Er staat niet echt een plek voor een huisje. Althans, hier zou misschien nog wel een klein soort huisje kunnen. Hier niet. Althans, hier ook. Hier kan ook, als ik wil, een huisje komen. Wil ik dat? Wil ik hier twee kleine huisjes hebben, jongens? Dus kijk, hier komt sowieso misschien tuin of zo. Of wat is het? Water misschien. Max, kijk je Discord. Ga ik doen, René. kunnen verder. Ja, ik zie nog wel hier een huis voor me, hoor, jongens, om eerlijk te zijn. Wederom net zoals dit, gewoon een klein huisje. Die zie ik hier op zich wel voor me. En dan hier een soort tuintje, weet je. En dan hier misschien ook nog wel een huisje. Ik wil wel echt veel huisjes hebben. Ik wil niet gelimiteerd zijn aan echt maar een stuk of 10 huisjes in het hele dorp. Ik wil echt heel veel huizen hebben. En of het nou kleiner zijn of het nou groter zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar als hier nog een huisje kan, hier nog misschien een klein huisje of iets anders. En dan daar, ja, daar ben ik wel gelimiteerd aan misschien. Een vissersplekje of zo, dat mensen hier lekker in het meertje kunnen vissen. Hier komt een pad overheen en dan vervolgens komt daar de ingang van de begraafplaats. We hebben hier natuurlijk de kerk. En dan wil ik een soort pad zo naar beneden brengen langs het randje hier. Met hier nog, van naar de deur, een waterval naar beneden dat zo daarheen gaat. Er gaat nog zoveel gebeuren, jongens. Het is echt nog lang niet klaar. Oh, wat spannend allemaal. Dus vandaar dat die bomen weg moesten. Want met die bomen kon ik echt niet zien. Ja, althans had ik het overzicht helemaal niet meer. En nu heb ik wel het overzicht. Oké, laten we op zijn minst beginnen door dit gedeelte hier. Eventjes, ik zit even te kijken. Wat wil ik hier? Ik denk dat ik hier sowieso al nog een huisje wil plaatsen. En misschien een soort vissershutje of gewoon een woonhuisje, weet ik. Misschien krijgt Willy al een keertje een huisje. Nou, trouwens, Willy die moet al gewoon nog de dorpsgek blijven. Oké, laat ik dit even plat maken op zijn minst. Zo, dus zijn we begonnen. En terwijl ik daarmee begonnen ben, jongens, heb ik wederom, net zoals elke ContentVeen aflevering, altijd wel verdrietig nieuws wat ik jullie moet vertellen. Misschien is het jou opgevallen, maar mijn ex is weg. Ik was niet aan het opletten en toen ontplofte die ineens. Ik was gewoon lekker daar bezig met het huis, jongens. En uit het niets had ik niet opgelet op de durability van mijn... wat was het? De Rick Rufter. En toen hoorde ik in één keer... Ik hoorde een break. Ik denk, nee. Waarom let ik nou niet op? Oh, oftewel, jongens, we moeten ook weer heel even naar de nether gaan. We moeten even gaan minen zometeen. En dan moeten ook al die enchantments moeten er weer opnieuw opgezet worden. Daar heb ik zo geen zin in. Maar ja, het moet serieus wel echt eventjes gebeuren. Oké, ik denk dat dit dan het platform is. Ook al heb ik, nu ik het zo zie, toch iets minder ruimte dan dat ik dacht dat ik zou hebben. En ik kan op zich nog wel helemaal hierheen gaan. Misschien zo. Dat ik hem nog even iets breder maak, zoals dit. Maar de ruimte is wel minimaal. Dus als er iets komt, moet het wel heel klein zijn. Oké, weet je wat? Ik maak hem nog eentje breed. Nee, trouwens, dat kan niet, want hier zou dan de rand moeten komen. Ja, dit is letterlijk de breed. Zo breder dan dit kan hij niet worden, jongens. En wat ik dan nu zou willen is hier beginnen met hetzelfde idee, zoals dit. Alleen dan één stapje lager. Ik denk dat dit een goede hoogte is. Ja, kijk, dan is hij iets lager. En dan hier weer bosjes tussen. Dan heb je een beetje het verschil met stenen en bosjes, waardoor het niet altijd hetzelfde is wat je bouwt. Weet je, het komt wel telkens terug, want ja, dat is logisch. Je wil een beetje dezelfde stijl aanhouden. Maar je wil ook niet dat het te consistent wordt. Zo, dan gaan we deze kant weer op. Plaatsen we er hier weer eentje. Ja, dit gaat goed, jongens. Zo moeilijk is het ook niet, hè. Het zijn een paar paaltjes de lucht in plaatsen. Oeh, nice. We gaan het water in. Dat vind ik leuk. Dat vind ik serieus heel leuk. Kijk, want nu hebben we dan hier beneden gelijk. Heb je ook een losse ruimte. En hier kan je weer een hele leuke pier maken. Vandaar dat het ook zo plat is. Kijk, normaal hou ik van als er wel een beetje je hoogte in zit en zo. Maar aangezien het hier zo plat is, kan je dit helemaal van hout maken. En kan je van die vissersstoeltjes, van die kratjes, een beetje vissersdingetjes, kan je plaatsen. Hier moet overigens ook nog rotsen in het midden en een beetje lilypads en zo. Maar dat heb ik. Ik heb geen lilypads. Misschien kan ik die bij iemand kopen, dat weet ik niet hoor. Maar dat zou wel fijn zijn. Zo, tot hier. En dan vanaf hier wordt dit allemaal natuurlijk gewoon steen. Hallo René. Oh, daar ben je weer. Maar dan moeten we eerst alle randjes hier netjes plaatsen. Nou, dat is in principe heel simpel werk. Leuk dat het hier ook wat hoger wordt. Dan kan je dan oogt het ook echt als een soort extra muur. En als het goed is, heb ik precies genoeg. Ja, want ik hoef alleen daar nog één te plaatsen. En ik heb er nog maar één. Pad moet overigens, jongens. Ik weet het, ik blijf het elke aflevering zeggen, maar maak je echt geen zorgen. Het pad moet inderdaad ook nog gewoon van steen worden. Dat je niet denkt, oh Max, wat een lelijk pad hier nu ineens. Maar ja, dat doe ik altijd. Ik ga eerst maken het pad plat, zodat ik het pad kan vinden of kan beslissen waar die heen gaat. En dan daarna upgrade ik hem naar veel mooier steen. Oké, dan moeten de randjes hieronder even opgevuld worden met het goede blok natuurlijk. Nou, dat doen we een beetje met steen en een beetje met cobblestone. Oké, dan ziet dat er ook weer top uit. Kunnen we hier vast dit doen. Ik weet niet waarom, ik ga het uiteindelijk toch weghalen. Maar dan vergeet ik niet dat dat ook pad moet zijn. Doen we hier leaves tussen. Om een beetje, zoals ik net al zei, het verschil toe te voegen van steen en leaves. Doet dat zo? Dit klopt denk ik niet. Zo moet het denk ik, hè? Ja, ik denk dat het zo moet. En dan... Ja, hier, dit klopt wel. Die kan wel weg. Zo. En dan nu al het steen of alle deur ertussen uithalen en plaatsen we gelijk steen. De deur had ik net allemaal leuk geplaatst en dan haal ik het nu weer weg. Ik ben echt trots op mezelf. Nou, het vloertje erin plaatsen is ook niet al te moeilijk. Het zijn in principe gewoon simpele taken dit, hè. En hoppakee. Alright. Ik heb nu een heel leuke pad ernaast, maar dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook gewoon steen. Dus... Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar nu moet er natuurlijk iets komen te staan. Een huis, een iets en weet ik veel wat. En ik dacht wel, dat kan ik nu wel weer snel gaan bouwen en zo. Maar jullie kunnen me er ook bij helpen. Dus laat nu in de reacties weten wat voor huisje jij wil. Dat kan een bakker zijn. Dat kan gewoon een woonhuis zijn. Een of andere winkel. Verzin het misschien wel de visserswinkel. Omdat hier beneden de pier is natuurlijk dat je hier dan je vis kan kopen. Maar maakt het allemaal niet uit. Verzin het. Het zijn hele leuke dingen die je kan maken. Let me know. En dan ga ik het maken. En terwijl je toch aan het reageren bent, like ook even de video. Als je niet liked, drink ik nog steeds je cola. Dan pauzeren we nu even deze beeld, jongens. Puur en alleen omdat het tijd is om even naar de nether te gaan. Even wat netherite scrap te maken, zodat we een nieuwe netherite pickaxe kunnen maken. En die moeten we dan weer opnieuw gaan enchanten. Oh, dat heb ik al zo lang niet meer gedaan in de nether voor netherite zoeken. Ik voel me echt weer alsof ik terug naar de middeleeuwen... We zitten in de middeleeuwen in Minecraft of zo, maar echt alsof ik terug naar weet ik wat voor tijd moet. De beginners Minecraft tijden. Nou, daar gaan we. In de diepte in. Hier zit ik toch zo niet op te wachten om dit alweer te gaan doen. Ik had gewoon op moeten letten. Oh, hallo. Kijk, dan krijg je die rotbeesten weer. Oh, jongens. Je hebt er toch geen zin in. Ik had gewoon op moeten letten. Nou, daar gaan we hoor. Yeah. Als mijn pickaxe stuk gaat, word ik mad. Hé, we hebben er eentje. Ja, oh. Ja, ga weg. Ik heb er één. Ga weg. Laat me met rust. En het ding is, ik heb er al 3 thuis. En je hebt er toch 4 nodig per stuk, of niet? Is dat nou 3 of 4? Want ik weet dat ik al 2 in mijn ender chest heb zitten. Laten we voor de zekerheid... Oh, maar deze. Laat maar. Ik kan zeggen voor de zekerheid nog maar... Hoe was daar een gat trouwens? Ik doe even alsof het heel normaal is, maar... Er zat echt letterlijk... Het zat zo. Het zat precies zo. Hoe... Is dit hier? Alsof ik het ingespand heb. Alsof ik gewoon aan het vals spelen ben. Oh my days. Ik ben gewoon nog gelijk klaar. Ik ben nog gelijk klaar gewoon weer. Laten we even dit hakken en dan gaan we terug. Nou, dat was heel snel. Snel avontuur. Alsof ik aan het cheaten ben. Zo voelt het ook gewoon een beetje. Zo snel als dit ging. En dan moet ik dat terugweg trouwens nog wel goed kunnen vinden. Oké, Willy. Dit was misschien wel het makkelijkste gedeelte. De netherite krijgen. Maar nu moet ik ze ook nog gaan enchanten. En dat gaat erg... Ja, dat kan wel zeggen. Oh, ja, ga maar weg hè. Maar het enchanten, dat gaat pas het moeilijke worden. Althans, het moeilijke, dat gaat pas veel tijd kosten weer. Oh, moet ik mending, fortune... Silk Touch. Nee, niet Silk Touch. Niet Fortune. Jawel, wel Silk Touch. Efficiency. Er moet zoveel gedaan worden nog. Want als het klopt... Ja, kijk. Netherite Scrap. Doen we even hier deze verbranden. Zo. Goed bezig, makkers. Van plakkers. 100k met gekakkers. Dan dumpen we dit hier. Deze rotzooi hier. Pakken we natuurlijk wat goud. Halen we dit hier met trots uit. Om vervolgens 1 netherite ingot te maken. Dan hebben wij hier de smitting table. Doen wij yeet. You trouwens. Ik denk dat ik beter deze helemaal kan gaan enchanten. En daarna pas die erop kan gaan zetten. Volgens mij klopt dat, hè? Heb ik dat correct, dames en heren? Dames en heren en appels en abrikozenperen. Oké, heb ik nog enchanted boekjes? Ik heb unbreaking nog. Ik heb heel veel unbreaking. Ben ik achtergekomen. Laat ik op zijn minst... Waar doe je dat ook weer mee? Oh ja, en veel... Oh, dan kunnen we naar de nieuwe blacksmith gaan. Ja, 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 ja. Die kunnen we gelijk gebruiken, de nieuwe blacksmith. Dat vind ik wel leuk, want ik heb mijn Enfield daar naartoe verplaatst. Kijk, hier. Kunnen we hier, hoppa. Zo, zo. En dan noemen we hem... Hoe gaan we hem noemen? De Rini Ragger. Hoppakee. Hebben we niet al een andere ragger? Nee, de Robin Ripper, Bram Breaker, Rini Ragger en Justin Jager. De Rini Ragger. Dat vind ik wel een goeie. Misschien wel een beetje verkeerd. Oh, lekker Rini Ragger. Maar ik vind het wel een leuke naam. Oké, wat missen we nog? Mending en efficiency. En dan Silk Touch nog. Silk Touchje. Enig probleem is dat Berend, die heeft en efficiency, volgens mij, en Silk Touch. Man, Berend, waarom ben je nou met pensioen als ik je nodig heb? Volgens mij, hier efficiency 5 en Silk Touch. Berend, dat heb ik nodig. Maar ik heb gezworen, jongens, dat ik nooit meer Berend van mijn leven mee zal treden, omdat hij met pensioen is. En ik respecteer zijn pensioen. Dus ik moet wat anders regelen. We gaan Rini smeken. Of zij villetjes heeft waarvan ik het kan kopen. Waar is ze? Ze is volgens mij hier op deze. Wat een mega huis dit. Wat een villa. Jesus Christ. Ik weet niet eens of ze gaat wonen, want zij wil dat het goed is de jungle niet uit. Waar is René? René, waar ben je? Oh mijn god, ze is hier onder me. Huh? Waar is ze? Oh, daar. Ah! Ik ga het aan de vragen. Kom maar even mee, zegt ze. Oh, kijk René, top. Hallo? Hey. Hey, Robje. Mag ik van jou boekjes? Ja hoor, loop maar even mee. Ik heb alleen geen dinges bij me. Geen emeralds. Kan ik die dan later aan je geven? Of? Ik weet niet hoeveel ik heb. Wacht, ik haal ze wel af. Kijk, we gaan even emeralds halen en dan gaan we met René mee. En dan kan ik ze bij hun villagers kopen. En dan betaal ik wel met... En dan geef ik nog een paar extra diamonds voor de moeite dat ik dat daar mag doen natuurlijk. Want het zijn niet mijn villagers. Dan krijgen ze 14 diamonds van me. Ik denk dat het dan wel goed... Nou, trouwens, dat is wel een beetje weinig. Want boekjes zijn best duur. 6 per stuk. 18. 6, 12, 18 doen we dan. Oké, ik denk dat ik gewoon naar de jungle moet. Ik denk dat René inmiddels daar is. Hun villagers zitten volgens mij... Oh, hier is ze. Hallo. Hey. Onder de tempel. Is, toch? Ja. Sorry, ben ik al een tijdje niet geweest. En dan hier, hè? Ja, ik heb ook wat emeralds mee in boekjes. Ja, ik ook hoor. Ik overigens ook. Hier zit volgens mij ergens mending, die zit... Ja. Dit is mending? Oké, dan ga ik die gelijk kopen. Ja, 1 mending. Top. Dit is Silk Touch. Dit is Silk Touch. Die heb ik dan ook. Ja, had Joep. Waarom heet hij Joep? Ja, dat vraag ik ook al. Efficiency 5, het liefst. Oh, wat een herrie maken jullie villagers. Hier, die is hier. Oh. Die kost 36. Dat heb ik niet. Heb jij die 3 extra emeralds voor me? Dat kan ook. Je gooit hem echt bij hem. Ja, ik heb hem. Oké, dus dan heb ik Efficiency, Silk Touch en Mending. Dan krijg je deze van mij, omdat dat het gewoon waard is. Oké. Ja, 6 per stuk, hè? Ongeveer. Oh joh, maar maakt niet uit, hoor. Nee, dat mag je hebben. Dat hoort erbij. Oké, nou dat was hem. Hé, er is een bijtje ontsnapt. Er is 1 bijtje ontsnapt. Dat is niet de bedoeling. Zeg, lach als het Arie is. Vast niet. Nee. Wat doe jij hier? Ga terug je huisje in. Ik denk niet dat wij genoeg XP hebben, maar dat maakt niet uit, want wij hebben wel emeralds. En emeralds kunnen we XP bottles kopen. Dus laten we die gelijk even kopen. En mezelf even wat XP geven en dan kijken hoe ver we komen met het enchanten van. Dan beginnen we hier. Dat is dan zo, hoppakee. Dan moet dit allemaal uit, anders wordt het aan de mending gegeven. Even kijken. Level 7, 8, 9... Hoe ging ik van 3 naar 7? Hoe is dat gebeurd? Hier, kan ik er nog 12 kopen? Oh mijn god, ik snap hem. Ik kreeg natuurlijk XP van die villager. Hoppa! En dan zijn we level 14. En dan... Ja, meer kan ik niet kopen. Dan gaan we terug naar de nieuwe blacksmith die we gemaakt hebben. Om vervolgens deze Rini Ragger even lekker te kunnen enchanten. De Rini Ragger, wat een naam, hé. Even kijken, hoor. Dan doen we daar als vervolgens efficiency op. Die is belangrijk. Dan wil ik een mending op doen. Of welke is duurder? Ah, oké, dan doen we er eerst... Ja, eerst mending op. En dan heb ik nog 11 levels nodig om er ook nog Silk Touch op te doen. Nou, dat is prima te doen. Dat is prima te doen. Dan wachten we gewoon even tot ons village weer nieuwe XP bottles kan droppen. Hoeveel XP krijg ik als ik 1 enderpearl van hem neem? Krijg ik 3. Niks, hè? Laten we even kijken hoeveel ik hiervan krijg. Huh? Bijna niks. Ik ben gescamd door Beta. Beta, jij grote scam dat je bent. Oeh, ik heb een idee. Waar ik ook XP uit kan krijgen. Even snel. Hoeft namelijk maar tot level 11. Als ik nou hier even snel wat ga smelten. Bijvoorbeeld stone, hè. Als ik hier nou stone in doe, zo. Dan wil ik al het XP uit het ding zien te krijgen. Ik wil het allemaal hebben. Want er zit namelijk nog heel veel XP verstopt in die furnace. Dus kom op, ik moet spam klikken, spam klikken, spam klikken. Bam! Ja, level 13. Nou, easy. Hoppakee. Ja, jongens, ik kan wel een beetje Minecraft. Ik ken niet alle tips en tricks, maar sommige dingen die lukken wel. Overigens, nadat jullie al die tips aan mij ooit gegeven hebben, het is niet dat ik er zelf mee ben gekomen. Jullie hebben die tips gegeven. De Rini Ragger, hoppakee. Dan kunnen we hem nu weer omtoveren naar Netherite. En dan is dit kleine probleempje dat deze episode zich voor was gevallen opgelost. De Netherite ingot, die pakken we. We moeten de hele tijd heen en weer lopen. Wat ontzettend vervelend dit. En dan gaan we in de blacksmith met de smitting table hier de Rini Ragger omtoveren. Hoppa! Alsof er nooit iets is fout gegaan. Ik wil wel nog allemaal even een effende reacties voor de Rick Rufter, want die is niet langer onder ons. Zo, dan is er weer veel gedaan, jongens, deze aflevering. Ik denk dat ik de volgende wil beginnen met de arena. Eventjes een beginseltje aan te maken. Misschien dat wil ik 100% met een leuke timelapse doen. Dus we gaan zien hoe dat eruit komt. We gaan zien hoe dat eruit gaat zien. Dat is een hele goede zin. Dat huisje daar is trouwens ook echt heel leuk voor Floor, hè? Oeh, ik vind dat trouwens leuk gedaan met die iron bars bovenop. Maar voor nu ga ik helaas deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, want ik vond hem top. Ik weet niet waarom, ik heb deze aflevering... Normaal doe ik altijd wel een beetje in mijn microfoon praten, maar ik heb deze aflevering echt heel veel gedaan. Maar goed, kijk zeker ook even deze video, want deze video is ook een ContentVeen video en dat is gewoon eigenlijk het vorige deel. Dus heb je het vorige deel nou gemist, kijk dan zeker even deze. En nu spreek ik laatst glaasje water, alsjeblieft. Tot de volgende keer.